Het is toch wat. 1 tegen 1, gouden appel, speedbottle, slowness bottle, diamond sword. Yo kijkers van de V-Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Oftewel Blitz Survival Games. We gaan vandaag lekker spelen in de map Aliens Tower. En ik weet het, mensen, jullie denken van... Duffy, de map Aliens Tower, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk, gek? In deze tijden van de Kappa Survival Games, ik weet het, mensen. Maar er zaten in ieder geval 5 mensen en ik dacht van... Dit is my chance. Trouwens, ik heb vandaag eens een keer een nickname. Ik heet vandaag It's Not Me, a lol. Oké. Zo van, natuurlijk ben ik het wel. Maar dat even tezijde. In ieder geval, ik dacht, weet je, we doen eens een keer een leuke naam. Wow, Duffy, such een leuke naam. Echt grappig. Ik weet het, mensen. In ieder geval, we gaan spelen met de Baker Kit. We gaan lekker natuurlijk ons best doen om wat meer te winnen dan gisteren. Mensen, natuurlijk bedankt voor alle reacties en likes die zijn achtergelaten op de vorige video. Mocht je benieuwd natuurlijk zijn of ik op jouw reactie heb gereageerd, alles of, doe er maar wat mee. Zou ik zeggen, check eventjes de vorige video, want dan kom je er namelijk heel erg snel achter. En als je natuurlijk dan toch bezig bent en je hebt weer zin in mensen, klik alvast eventjes een like aan. Op het moment dat ik deze video opneem, heeft de video van gisteren nog geen 1000 likes. Maar jullie weten het, mensen, als je natuurlijk gewoon voor vanavond 7 uur wel de 1000 likes heeft aangetikt, dan is dat nog helemaal geen enkel probleem. En dan invite ik gewoon iemand even offscreen. En dan zou ik zeggen, succes met de invite te accepteren. Heel simpel. Maar inmiddels weet iedereen wel dat het gewoon ook op die manier werkt. En het komt wel helemaal goed. Maar goed, mensen, dus mocht je deze video ook alvast leuk vinden, klik deze video vast even een like aan. Hebben ze iets van, hey, voor mij heb ik de video van gisteren niet eens geliked. Dus zou ik zeggen, like die ook eventjes. Die kan je natuurlijk gewoon vinden door op de vorige video te klikken onder in de beschrijving. Die kan je ook vinden natuurlijk aan het einde van de video. Om daar dan een, via vorige video kan het ook. Maar goed, dat is helemaal allemaal tezijde. In ieder geval... De Hunger Games, we gaan alweer pittig hard en lekker. Want we hebben inmiddels 3 kills, we hebben heerlijke consumables, we hebben een hele gear setje. Dus ik ben blij met de kit die ik heb gekozen. En volgens mij gaat het goed. Oh, we hebben iemand met helemaal niks. Dit is trouwens een reden, mensen, waarom ik Town altijd typ. Ik krijg vaak daar een vraag over, omdat ik het fijn vind om het gewoon als je omhoog te flikkeren en dan enter te kunnen drukken. Ik ben niet echt een goede kompascaller met Town. En mocht je afvragen, Duffy, hoe komt dat of wat dan ook, dan zou ik zeggen... Ga even naar het kanaal Duffy Meer, hè, mijn andere kanaal, waar ik zo nu en dan wel eens upload. En zoek daar eventjes naar de Taunt video of de kompas video. Daar zie je duidelijk waarom ik niet met een kompas overweg kan gaan. En ja, dat is, lijkt me heel erg duidelijk wat je daar gaat zien. Dus ik zou zeggen, mocht je het afvragen, check dat eventjes en dan komt het helemaal goed. En wij durpen even rustig weg, want natuurlijk iemand met een boog, dat is OP as fuck. Dat is OP as fuck, of course, maar... Ik heb nooit zo zin om tegen iemand met een boog te vechten. Maar weet je wat is? Als hij me daadwerkelijk goed hit, ben ik gewoon HP kwijt. Als hij dan met een zwaard komt, ja, dan kan hij mij easy in elkaar stompen. Dus dat is altijd even dat ik zo heb van, Maar het is natuurlijk wel fucking slim dat hij natuurlijk gewoon zijn boog gebruikt om mij lood te maken. Dat is natuurlijk gewoon super slim. Maar goed, misschien ben ik wel slimmer. Je weet het niet. Kom op. Hij heeft ook speed. God dang it. Oh, dan rent hij weg. Ja, ja. Gaat hij het water in? Wat gaat hij doen? Hij wil toch vechten? Oké, okay, nice. Kom op. Hoppatee. Nice. Man down. Oké dan. Woehoe. Deze wil zeker ook meteen met me vechten of wat? Of mag hij rustig stuff gaan oppakken? Hij wil meteen vechten. Dat dacht ik wel. Slim gedaan, bro. Zou ik ook doen als ik jou was. En nu ga ik natuurlijk dood. Nee. Oh my god. 5 kills en dan ga je dood door dit. Dat is zo jammer. Terwijl die nou wel even wordt gecleaned. Oh. Zo zie je maar. Ik maak een kill. Ik ga daarna dood. Hij maakt een kill. Gaat daarna dood. Die heet hij trouwens Passievrucht. Leuke naam. Mensen, ik zie jullie gewoon lekker in de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de map. Dikke BMW. Citadel. Kijk natuurlijk of we dan hier wel een win van kunnen maken. We gaan hier ook lekker spelen. Daarom met de Meatmaster Kit. En let's freaking do this. A YouTuber. Nee, ik ben het niet. Zie, mijn naam is It's Not Me. Lol. Weet je, ik ben dat allemaal niet. Dus... Nee, ik ben gewoon undercover. Dat is eigenlijk ook wel een reden waarom ik eigenlijk de laatste tijd nooit meer met een nickname speel. Omdat dit gewoon behoorlijk grote bullshit is, zeg maar. Dat jij in de Blitz Survival Games, als jij een nickname hebt, dat jouw naam wit is. En wanneer jij bewijzen van hier op deze server Skywars gaat spelen. Of in ieder geval elke andere game volgens mij. Als je daar met een nickname speelt, dan weet niemand wie je bent. Want daar is het daadwerkelijk zo van, jouw naam heeft daar wel gewoon de kleur die je hoort te hebben. En in dit geval hier... Fuck. In ieder geval hier in de Blitz Survival Games, door natuurlijk die update, in verband met ja, de focus, dat al die namen helemaal ja, gekke tekens worden, wat voor mij absoluut niet eens hoefde, maar ik weet niet wie dat heeft doorgevoerd, maar hey, dankjewel ervoor. Is het een of andere gekke bullshit ook dat iedereen hun naam is rood, alleen degene met de slash nickname die is wit. Ik denk van, serieus, terwijl als jij andere game modes speelt, heeft iedereen als je stap met druk dezelfde naam.
Behalve in de Blitz Survivor Games. En dat is zo fucked up. Dat het is heel leuk dat ze de optie slash nick aan je geven wanneer jij deze rank hebt. Alleen je hebt er eigenlijk helemaal geen moer aan als je deze game mode speelt. Maar ja, dat even tezijde. Daarom speel ik eigenlijk niet zo heel vaak met de slash nickname. Meer moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb natuurlijk wel best wel veel er al mee gespeeld. En ik doe het af en toe nog wel eens. Maar het is zeg maar een beetje useless eigenlijk een beetje om te doen. Al zeg ik het zelf. Maar weet je, speel er nou lekker mee. Maar ja, ach, wat maakt het uit. Dus wel zie je wel vaak wel iets minder focus, dat wel. Niet altijd snapt natuurlijk iemand wat zo'n witte naam inhoudt. Maar vaak wel. Weer bier met de hondenkit, I guess. Pietje. Oeh, Pietje. Pietje had last van no cheat. Oh jee. Nee, wat? Oh, wat gebeurt hier allemaal? Niet achter. Oh, heb ik mezelf gesloten? Ja, yep, tuurlijk. Waarom niet? Oké. We krijgen hier een free kill wat. Ja, we krijgen eerst een free kill. Shout out naar jou, broer. Voor de free taunt kill. Deze keer moet ik ook zeggen, respect voor jou dat jij rustig even wachtte op de fight. Vind ik heel netjes van je. Had je absoluut niet hoeven doen, want je mag natuurlijk gewoon vechten. Maar je deed het toch. Dat is toch wel aardig van je. Maar je had me anders gewoon kunnen killen. Maar deze keer had je iets van, nee, ik heb respect, ik wacht netjes. Super chill. Had ik zelf niet gedaan als ik jou was. Maar dat ben ik. Ik ben natuurlijk zo klootzak die gewoon kaart zou gaan cleanen. Dat weet iedereen ook wel. Maar ja, het is gewoon een goede game is. We zien hier iemand en nog iemand. Twee mensen waarvan één aan het laggen is. Dan moet ik, oh, nou nu niet meer. Kom op. Nee, niet, dang it. Oh, jongens, wat zijn we aan het doen? Jongens. Als ik jou eerst kill en dan jou, hoppatee. Ik wist namelijk dat ik eerst de een moest killen, want de andere had namelijk een beter wapentje. Ik heb nu nog een Iron Ingot opgepakt, dat betekent we kunnen nu ook nog eens een keer een Iron Sword gaan craften. En dan zijn we weer een stukje sterker. En de vraag is, kan dat nu veilig? Ik denk het haast wel. Jawel, hoppatee. Oh, zo. Iron Sword is binnen, nice, oké, er komt hier iemand aan. Woehoe! Dat is mensen, ik weet niet of mensen ook last van hebben, maar ik heb echt al een week last van dat ik... Van die ingescheurde mondhoeken hebben, hoe dat ook mee. Dat iets van je mondhoeken zijn, er zit zo'n klein scheurtje in. En dan continu als je gaat eten, wat dan ook, weet je, dan gaat natuurlijk je mond weer te ver open. En dan scheurt dat weer in. Dat is zo irritant. En ja, ik smeerde van dat spul op, weet ik wat allemaal. Maar het is zo fucked up. Ik denk, meld gewoon even jullie. Niet jullie wat dan hebben of wat dan kunnen doen, maar ik denk, ik meld het gewoon. Dus, alsjeblieft. En dan get a kip op 1, 2, 3. Dat was mensen, ik blijf het toch nog maar even zeggen. Mocht je het leuk vinden, vergeet natuurlijk niet om een like aan te klikken. Bijvoorbeeld dank. We gaan richting de deathmatch. Ik heb inmiddels 7 kills gemaakt. Ik kan er zelfs 9 van gaan maken. Ben benieuwd of het gaat lukken. Ben ook benieuwd waar nog überhaupt iemand zit. Daar? Oh, waarschijnlijk helemaal boven daar. Oké, wacht even. Maar iemand zit hier ook nog op X. Dat betekent hetzelfde niveau als mij. En we zien hem hier rennen. Dus misschien dat we nog even een kill kunnen proberen op te rapen. Bro, je zit bij mij in de grond. Kom eens uit die grond. Dat is behoorlijk irritant. Maar goed, je moet vechten en je kan er niks tegen doen. Hij kan natuurlijk zelf niks doen omdat hij in de grond zit. Maar het is wel super irritant. Zeker dat hij nu wegrent. Hij wil daar ook gewoon de damage in. Really? Oeh! Oké, we hebben net op tijd weten te killen. Het probleem nu wel is dat wij wat lower zijn. Dus ik ga even koeien inspannen. Maar ik moet zeggen, natuurlijk, hij kon er absoluut niks doen omdat hij in de grond geglitcht had. Maar het is wel super, super irritant als dat gebeurt. Dus ja, nu moeten we ons best doen om met een klein beetje HP-verschil tegen iemand te vechten. Die wel betere gear heeft dan mij. En een resistance bot heeft ingenomen. Dus ik moet eventjes proberen vol te houden nu. Oké, dit was niet slim. Nee, dit was niet slim, Duffy. Nu moet ik heel goed hitten. Nu moet ik heel goed hitten. En het lukt. Hoppakee, GG. Nice. Oké, dan. We hebben weten te winnen met 9 kills. Geen taunt kill, maar wel een win. Hoeveel coins krijgen we? We krijgen er maar liefst 1273. En mensen, ik zie natuurlijk gewoon lekker in de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de... Dikke BMW! Kappa map. Ik denk dat heel veel mensen me al zagen aankomen dat ik nu deze map zou gaan spelen. Want ja, er wordt bijna geen enkele andere map gespeeld op Hypixel. Ondanks dat er 20.000 man online zijn. Spelen er maar iets van 700 op dit moment Blitz Survivor Games. Wat op zich logisch is, want heel veel mensen spelen natuurlijk hier Skywars. Maar ook heel veel mensen spelen volgens mij nu Crazy Walls. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zelf niet gespeeld. Ik ga het wel binnenkort een keer checken, mensen. No worries. Maar ja, daar spelen natuurlijk heel veel mensen spelen dat. En je hebt ook zoiets van Blitz Survivor Games. Er zijn zoveel hackers. Het is zo unfair met de kids dat ze gewoon niet willen spelen hier. Wat ik op zich kan begrijpen. Maar ik ben dan weer in het stadium van, weet je. Ik heb zelf, al zeg ik het zelf, laat ik het zo zeggen. Ik zelf vind dat ik op zich goede kids heb. Dus weet je, als ik tegen iemand anders moet met een goede kid. Is het op zich eerlijk. En natuurlijk, wanneer jij hier nieuw komt op deze game mode en jij moet met een level 2 kit spelen tegen mensen met level, laten we zeggen, tegen een level 7 kit, dan ben je gewoon behoorlijk fucked. En die krijgt natuurlijk niet, wanneer jij nu hier gaat spelen, wat ik in dit geval had, triple coins al of altijd of dubbel coins, weet ik wat, en nu 7 keer coins. En dan wordt het gewoon heel lastig, wil jij daadwerkelijk jouw kit gaan upgraden? Wat ik kan begrijpen, dat mensen zeggen van, ja, daar ga ik echt niet aan beginnen.
En dat je dan op een andere server eventueel natuurlijk gaat spelen, omdat je daar allemaal gewoon een eerlijke kit kan kiezen. Ja, dat begrijp ik wel. Maar goed, ik ga lekker hier spelen. Hoi. Ja, je bent eraf, doei. Dat is een friete handkill. Ja, ik kan er ook niks aan doen, sorry. Maar dankjewel voor je friete handkill, bro. Deze persoon die liep gewoon niet zo heel goed, laten we daarop houden. Hij liep gewoon niet zo goed. Wist voor mij ook niet zo goed wat hij moest doen. En ja, dat soort mensen zijn denk ik ook op zoek naar een win voor coins en dan een kit te kunnen upgraden. Maar ja, dat gaat lastig worden. Dan heb ik trouwens ook een keer in de reacties last van Duffy. Ga alsjeblieft eens een keer offscreen deze map dan. Ik noem het dan natuurlijk de kappermap. Ga alsjeblieft daar eens een keer inlopen, want je loopt zoveel kisten mis. Ik weet dat ik heel veel kisten misloop, maar ik vraag me altijd af van, als ik al een goed gearsetje heb, zoals nu heb ik een goed gearsetje, natuurlijk ook een betere helm, een betere body kan nog. Waarom zou ik dan moeite gaan doen en 10.000 kisten nog te gaan openen? Of dat ik gewoon mijn best ga doen en proberen kills te maken? Snap wat ik bedoel? Ik heb altijd zoiets van, waarom zou ik nu nog, want waarschijnlijk red ik nu ook wel langs een kist. Waarom zou ik dan er allemaal moeite voor doen om elke kist te gaan zoeken als ik al een heerlijk gearsetje heb? Kijk, nu, als ik eerlijk ben, nu ben ik al tevreden met mijn gearsetje en hoef ik op zich van mezelf geen kisten meer te openen. Waarom? Ja, een iron body kan ik nog ergens als enige krijgen wat beter is. Nou ja, schiet ik helemaal niks meer op. Ik open dit nu, omdat ik er langskom dat ik hem zie. Maar ja, het is een kist hiernaast. Ik geloof wel dat er nog wat in zit. Arneke van Tijnjam. Ik heb mijn gearsetje toch al. En wij gaan voor een kill. Als het gaat lukken, want we hebben nog... Oh nee, we hebben één kill. Tuurlijk, we hebben een taunt kill. Laten we even kijken of we deze aankunnen. Dat hij net twee kills pakte. Ha. Ik heb een fishing op, bro. Oké, kom op, Duffy. Kom op. Je kan hem aan. Je hebt betere gear. Kom op. Hoppatee. Nice. Oké, dan. Ik wist dat ik geen regen had. In eerste instantie omdat natuurlijk... Of nee, jawel. Dat ik me miste één hartje. Nee, die had ik wel regen. Nee, oké, dat maakt niet zoveel uit. Never mind. We hebben inmiddels wel 6 levels. We zouden kunnen gaan Ojanen. MVP wordt uitgeschakeld. Hoi. En weer een kill. En we kunnen nu zelfs een diamond sword maken. Nou moet ik even goed nagedenken. Aangezien mensen het laatste vorige ook zeiden, Duffy, hier was fucking dichtbij ergens een enchantment table. Of een crafting table. Moet ik dan deze kant op? Af en toe loop ik rondjes. Ik loop alleen maar rondjes. Ik blijf rondjes lopen, elk rondje is anders. Ik heb geen idee. Ik weet ook niet of ik stiksem in heb, maar ik weet wel dat ik 2 diamonds heb. Ik heb geen idee, maar de vorige keer werden mensen helemaal gek van, Duffy, daar en daar. Oh, hier is een crafting table. Ik heb sticks en ik heb hier, moet je nagaan mensen. Gewoon, de ene game hebben we een iron sword, de andere game hebben we gewoon een diamond sword. Het is toch wat, hè? Het is toch wat. 1 tegen 1, gouden appel, speed bottle, slowness bottle, diamond sword. Come at me, bruh. Come at me. Ik ben benieuwd wat voor gear die heeft. Maar dit moet toch wel een win... Oké. Is niet verkeerd. Van mij heeft hij een knockback sword met zijn slime kit. Ik heb dit. Hoi, je bent gesloten nu. Dat is vervelend. Kom op. Hoppatee, we hebben gewonnen. Win, dat kan ik ook niet zeggen. We hebben 4 kills, een taunt natuurlijk en een win. We zeggen wel vast even GG voor de free karma puntjes. Hoeveel coins krijgen we? 1002, wauw. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je het nou wel leuk hebben gevonden, vergeet natuurlijk niet om die like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken als je nieuw bent. En vergeet natuurlijk niet mensen, 1000 likes is natuurlijk gewoon weer een geld in feite. Later mensen.